Blijf je nou positief in mindere tijden als ondernemer? Dat is een hele goede vraag. En heel veel ondernemers die zitten ook wel een beetje met die vraag. Ondernemen, dat kan je zo absorberen. Dat kan je zo zeg maar opslorpen, zou je kunnen zeggen. Dat op een gegeven moment denk je alleen nog maar aan dat bedrijf, aan het werk. En dat is het enige waar je mee bezig bent. En de vraag is toch uiteindelijk, waar doe je dat voor? En dat, ik weet, dat is een hele oude vraag, een hele moeilijke vraag. Maar je zult af en toe tijd moeten nemen als ondernemer om die vraag te beantwoorden. Want als jij een hoger doel nastreeft dan alleen die tent van jou vooruit helpen. Als er iets is waarom je van zegt van ja, maar uiteindelijk is het me daarom te doen. Dan zijn er vaak ook meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus dan kan je zeggen, oké, die ondernemer gaat nu niet zo goed. Maar er zijn andere dingen in mijn leven die ook belangrijk zijn. En die horen daar ook bij. Maar als jouw werk of jouw bedrijf, als dat jouw levensvervulling is en daar gebeurt iets mee, en dat kan zomaar gebeuren in onze economie, of als er op een gegeven moment concurrenten komen uit onverwachte hoek, dan is één keer de betekenis van jou, jouw identiteit, is ook weg. Een van de tips die vaak worden gegeven is eens een keer gaan zitten en als het ware een soort levenslijn te tekenen. En te tekenen van wat is er nou in mijn leven gebeurd, wat waren de echte hoogtepunten, wat waren in mijn leven echte dieptepunten en wat heb ik geleerd van die hoogtepunten, maar ook wat heb ik geleerd van die dieptepunten en wat heeft mij bijvoorbeeld bij die dieptepunten er doorheen gesleept. Wat was voor mij op dat moment belangrijk? En als je een antwoord weet te verzinnen op die vraag, dat kan je ook enorm helpen op het moment dat je nu weer opnieuw voor bijvoorbeeld tegenslag in je bedrijf komt te staan.